Welkom bij het Auto 4 nieuws van vrijdag 27 september. Verderop in het nieuws, het IOC doet een wel heel bijzondere uitspraak over de aanstaande Olympische Spelen. Ontwerper Marc Jacobs vertrekt bij Louis Vuitton en het tweede en laatste deel van onze reportage over het Sugarland weekend. Maar we beginnen met de Verenigde Naties. Die hebben voor het eerst op topniveau een overleg gehad over homorechten. De ministers van Buitenlandse Zaken uit onder andere de Verenigde Staten, Brazilië en Argentinië kwamen bij elkaar om de rol van de VN te bespreken bij het stoppen van geweld en discriminatie tegen LHBT's. Uiteindelijk werd ook een gezamenlijke verklaring aangenomen waarin de deelnemende ministers hun inzet hiervoor beloofden. Onze eigen minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, was zelfs een van de initiatiefnemers van deze algemene vergadering. Volgens hem is de rol van de Verenigde Naties bij het stoppen van geweld en discriminatie tegen LHBT's niet alleen een westerse kwestie en dat er op internationaal niveau nog veel werk te verzetten is. Daarom moeten we blijven benadrukken dat LHBT-rechten mensenrechten zijn. Aldus Timmermans. Fantastisch. En dan helaas wat minder goed nieuws. Het Internationaal Olympisch Comité heeft aangegeven dat er niets mis is met de anti-homo-wet in Rusland. Deze wet verbiedt het Russen om zich tegenover minderjarigen positief over homoseksualiteit te uiten. En volgens de sportkoepel is dat niet in strijd met de antidiscriminatiebepalingen uit het Olympisch Handvest. Belachelijk vindt ook Tanja Ineke, voorzitter van het COC. Volgens haar is de conclusie onbestaanbaar en hebben ook de Europese Unie, de Raad van Europa en de eerder genoemde Verenigde Naties vastgesteld dat de wet wel degelijk een schending van de mensenrechten is. Wordt zeer waarschijnlijk vervolgd. Modehuis Louis Vuitton gaat na 16 jaar afscheid nemen van zijn grootste en bekendste ontwerper Marc Jacobs. Althans, dat zegt het Franse tijdschrift Challenges. Jacobs' contract loopt af en deze zal niet worden verlengd. Intern zou het vertrek van Jacobs zelfs al zijn goedgekeurd. Waarom hij Vuitton zou willen verlaten en wat er nu eigenlijk echt van waar is, blijft vooralsnog onbekend. Het modehuis adverteert ondertussen vrolijk door, want niemand minder dan David Bowie zal na zijn collega's Bono, Madonna en Keith Richards ook reclame gaan maken voor Vuitton. En dan gaan we verder met Sugarland. Deze week lieten we al deel 1 van het festijn Sugarland in België zien en vandaag dan deel 2. Kijk mee naar een verslag van collega Jens. Straks wordt hier op Sugarland stevig gefeest, maar in sommige bungalows worden er al hevige pre-parties gehouden. Eens kijken in welk peperkoekenhuisje wij welkom zijn. Matthijs, dit is jouw bungalow? Nee, dat zou ik niet zeggen. Dit is onze bungalow. Er waren inderdaad problemen. Toen de rookmelder afging, wij waren dus bang voor melder, toen schreeuwde iemand van ons, oh, heeft iemand een condoom? En iedereen om zich heen kijken. Wat is er aan de hand? Ik heb geen condoom. Nee, ik doe alleen maar bear, weet je. Dan val je door de mand. Maar uiteindelijk pakte iemand dus een condoom en die deed hem zeg maar daar om de rookmelder heen. En daar hangt hij? Ja, daar hangt hij. Dit is niet jullie bungalow? Nee, wij wonen hiernaast. Maar wij zagen hier dan lichten en wij hoorden tuning beats en we dachten bij onszelf, ja, waarom niet? Waarom moeten mensen volgend jaar ook naar hier komen? Het is iets nieuws, het is in België, het is ongekend in België, het is top. De sfeer, de mensen, hier staan in bikini, er is heel veel drank, een paar bonnetjes verder, ik heb een fantastische avond. Hier moet het vanavond gebeuren. Het zaterdagavondfeestje dat gehost wordt door Pre-Party. We hebben gezien, heel wat mensen hebben al een pre-party in hun bungalow gehouden. Maar ik wil eens weten hoeveel mensen er nog energie hebben voor vanavond. Wat vinden jullie van deze Sugarland editie? Wel, ik vind het tot nu toe heel tof. Ja, perfect. Dat is echt leuk. Wat maakt het zo tof dan? Wel, gewoon de sfeer, gay people, het is al best leuk. Hier vooral de kans om nieuw volk tegen te komen. Dat is niet wat ik op de klassieke parties tegenkom, laten we zeggen. Ben je een echte chica?
Ja, echt, ja. Nee, je bent echt, het is echt. Ik ben een echte, alles is echt aan mij. Ja, ik ben eigenlijk de fag-hack van de club. Laten we het daarop houden. Ja, je bent echt een fag-hack. Ja, echt heerlijk. Ik vind het ook echt een geweldig weekend. En gewoon 6 homo's en gewoon feesten en gewoon doen wat je wil. Ja. Want ja, als vrouw, maakt het toch niet uit. Jammer genoeg op, maar dat wil niet zeggen dat het feestje gedaan is, want ik ga nog doorfeesten in de afterparty. Dus tot de volgende en watch out! En het is vrijdag, dus ik heb de OudTV tip voor je. Morgenavond kun je op OudTV kijken naar de film Stad, Land, Voes. De jonge Marco is student op een agrarische school in een boerderij ten zuiden van Berlijn. Hij moet bijna zijn examen doen, maar hij twijfelt of hij wel echt boer wil worden. Ondanks zijn twijfels en de druk van zijn medestudenten om te drinken en te feesten, concentreert de stille Marco zich op zijn werk en examens. Zijn wereld wordt echter ondersteboven gekeerd als de mooie, zelfverzekerde Jacob dezelfde opleiding kon volgen. Jacob voelt zich namelijk meteen aangetrokken tot Marco en er ontstaat een stormachtige romance tegen de prachtige achtergrond van het platteland. Gefällt dir das Ganze? Was? Ja, das Praktikum. Aufregender als ich dachte. Dit was het OudTV nieuws van vrijdag 27 september. Vanaf maandag kun je weer genieten van een gloednieuw seizoen van RuPaul's Drag Race. In seizoen 5 gaan de meiden weer helemaal los, dus als ik jou was, zou ik maandag zeker kijken. Een fijne avond nog en voor straks, slaap lekker.